Wat leuk dat je weer zorgt naar een nieuwe aflevering van 01. Het programma waarin elke keer een oordwarp centraal staat. En we binnen 01 de Valon. Na de oorlist van de centrale as heeft de Valon een hele metamorfose ondergaan. Ze zijn er bijvoorbeeld 12 verschillende pleinen kamer met al je bankjes waar mensen even uitrusten kennen. En voor de band is er een mooie speeltuin waar ze lekker biatje kennen. Ik ga afpraat met Janke Griet Elzinga van het Dwarsbelang. Wat vinden mensen van de alle verhoringen? Ja, de mensen die binnen heel blij met de verhoring. Wie kennen nou meisje al een oer de diek fietsen, oer al hennen. En dat bier vroeger net zat, dan moesten we altijd oer stekken. Dus eigenlijk maakt dat een dwarp echt wel een beetje in twaan. Als nou oer de wei rist, zeg maar, dan kist even met de buren praten. Nou, dat koe was ik net. En dat hien me net, zeg maar. Dus dat gaan we nou weer omvoeren. En waar ben je nou het meest wies mij? Wie ben het meest wies met de waterstuin? Die hebben bouwen kind en we gaan bratenstuur van jong en oud, dus er is van alles wat te doen. Is het nou compleet of hebben we nog meer op de lijst? Ja, nou, we gaan correct de blombakken krijgen. Daar ben we heel blij mee, want de meeste rieden toch best nog wel hut terug het dwarp heen. En diegenen die hier in deel komen, die madden eigenlijk, die maaien om hun heen zien. Via erop stekken de beesten door, dus dan moet ze dan even op wachtje, gewoon even de tiert nemen. En als het echt haast hast, dan kun je bij de roer de centrale as rijden. En we willen nog heel graag een viewplayertje hebben. En we willen ook nog wel heel graag een trapfieldje hebben. Dus dat ben nog wensen en daar gaan we mee aan de slag. Leuk. Ben je hier al lang? Ja, heel lang. Ben je geboren. In dit huis? In de Valon. Op een boerderij verderop. En nou hier een mooi plekje? Ja. We dachten aan een veerdwijn lekker is wel mooi daar. Kom je hier vaak even een deltro je hoort heen? Ik zal alle dagen wel een blokje om, hè? Ja, woon je hier? Nee, mijn huid ben het hier. Oh, oké, je bent hier een visite, zeg maar. Ik ben hier een visite, wie zo'n een blokje, wie zo'n weer oppakken zien. Oh, wat leuk. Ja. Ha, goeiedag. Goeiedag. Je woon je? Ik woon hier, ja. Je woon je, maar mooi. Ja. Al, even zien, 59 jaar. Ja, 59 jaar. Ja. Je hebt wel die centrale as vrij dicht in de buurt. Heb je daar een lijst van? Nou, nee, dat valt wel mee. He, we hadden vroeger het verkeer ook wel ter het dwarp gaan. Maar de dwarp is er volle mooier van waan. Niet een mooier wat. Wat is er zo mooi aan het wijnen in de Valon? Oh, mooi rustig, hè? Je wijnt hier aan het water zijn, ga je een bootje dan of zo? Ja, we stonden kret om te varen. Dus ik weet niet of je het leuk vindt om even mee, maar... Nou ja, we kunnen wel even een stukje varen. Ja? Ja. Nou, leuk. Kom maar mee. Wat ook een onderdeel is van de herinrichting is deze brug. De meeste mensen rijden daar gewoon bij deel, maar er zit toch een heel verhaal achter. Ik zie je bij een herkenbaar punt in de Valon en waarom je daar alles over vertellen kan is Alokwilat. Ja, goeie. Ja, goeie. Wat is dit achter u? Nou ja, dit is de brug van de Valon. De brug is in ere hersteld met de dorpvernijing van de Valon. Nadat de centrale as klaar was. Toen konden we er een nieuw bruggenhoofd op zetten. Maar de brug van de Valon is ook heel bekend geworden door het verhaal wat er in de oorlog gebeurd is. Dat vond ik wel een historische daad, die een heleboel de mensen net meer wisten. En toen met de dorpvernijing, toen kregen we de kans om daar aandacht aan te gaan. En toen heb ik tegelijk met Piet Wiebenga, mijn buurman, betocht om een plaquette hier bij de brug te zetten. Waar het verhaal verteld werd van wat je bad is in de oorlog. Eigenlijk was er een... contactadres ophalen in Dokkum. De apotheker Gunster die was heel bekend en die wist alles van illegaliteit, koe alle namen. En op een of andere manier is dat ophalen en is hij gearresteerd. En toen was hij naar Ljoudbracht, zo er gebracht werden, die jongens. En het gevaar was dus dat hij trosloeg.
En dat heel Noordoost-Friesland de illegaliteit daar ophalen wilde koe. Toen hadden ze besloten om hem te bevrijden. Nou, dat wie we niet in plakken, dat wie de Vlom, de Bregen. En toen hadden ze de Bregen, die hadden ze meter omheen gedraaid. Ze wisten wanneer dat transport komen zou. En er zitten nog twee gevangenen in die auto, maar die hun om gunster. Dat is in Safië slagen. Ze winnen hier in die bakkerij. Dat ging ze als uitvalshoek. Toen hadden ze wachten tot die auto kwam. En dat was in de winter. Het snijden, het was heel guur waar. En toen eerst dachten ze dat er nooit een kans om ging, maar hij kwam op plaatst al. De Bregen stond een meter omheen, dus die auto kon net terugrijden. En de afspraak was, dat zou net scherten worden. Als het net nodig was, net zitten. Maar iemand die kon hem net betimmen en die scherte al. Dus toen was er voort een Duitser die voorin zie die was daar. En de chauffeur, die was zwaar gewond. En toen had ze Gunster bevrijd. Er zit nog iemand achterin. Een Duitse SD-commandant die smeerde hem. Toen had ze Gunster eruit halen. Maar totdat ze scherten, was Gunster ook gewond. En toen had ze hem achter op een fiets gezet. En toen had iemand hem naar de Waardijk gebracht. En dat bedreigde ze hem, bij een boer. Maar totdat het sneedde en hij gewond was, was er eerst ook nog een bloedspoor te zien. Maar dat had ze op plaats wel opgelost. En ja, en toen hadden de Duitsers dan begrepen dat ze een hele goede buit hadden. En de commandant in Ljout, die was zo leuk, die vroeg ons in superieuren in Grijns dat er toestemming kreeg om daar te bombarderen. Nou, dat had hij net gekregen, maar hij mocht wel 20 gevangenen fusilleren. Nou, dat had er niet. 22 januari, toen hadden ze 20 gevangenen in een auto gezet, willekeurig. Maar het waren meestal politieke gevangenen. En die hadden ze naar Dokkum gebracht. En voor bij de Waardwei, dat was toen nog heel anders dan het nu is, maar daar was een stuk langer. En daar hadden ze de voet in regen van 5 gezet en fusilleerd. De burgemeester was ophalen, want die moest erbij staan. Dan wist hij dat er wel wat gebeurde wat zijn lot ook wijzen zou. Nou, en dat had dus een hele impact gehad. Want die lieken die moesten beslist een dag lezen blijven, ter afschrikking. Daarna is er niks meer over verteld. Ja, wel over Dokkum. Dat werd elke keer betocht. Maar de Vlom werd uiteindelijk de oorzaak lei. Die was net meer bekend. Door het Weijenkamp te Weijen, en dat is al 22 jaar geleden, wist ik dit verhaal ook net. Terwijl ik altijd wel geïnteresseerd was in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Piet zijn heid had hier in het verzet zitten, die werd er volle meer van. Nou ja, en tegen met Piet hebben we dit zat betocht. En het functioneert heel goed, het had toch wel een heel prettige belangstelling. En dan werd het verhaal erover verteld en dat was eigenlijk de bedoeling. Ik deze keer stuurden we weer een verslagjouwer op paard en wonen naar zwaarboerderij De Leidraad. Een liefskalig zwaarboerderij met een prettige aandacht voor alle deelnemers. Zeg maar even. We zijn hier bij zwaarboerderij De Leidraad in de Vallon. We hebben een dagbesteding, 5 dagen in de week. Voor mensen die even vers rennen, die een beetje een steuntje in de rug nodig gaan. Of eigenlijk een soort invulling van een dijziekje. Dat doen we 5 dagen in de week. En mijn heid die had De Leidraad ooit opzet. Het is een familiebedrijf en ik had oornaam. Er zijn al je verschillende mensen die hier komen, maar al je verschillende achtergronden en situaties. De jongste deelnemer is Alwier en de oudste is 86. En daartussenin komen eigenlijk alle soorten mensen hier. Wat we doen is eigenlijk, we hebben al je activiteiten en dat kan in de Griëntetuin wezen, bij de beestjes. Nou ja, hier op het Hiem is natuurlijk van alles te redden. We hebben hier hinderkes. Schiep. Schiep. De hoen. Hen. Ja. Een kring. En. De kat. Een kat. Katje. Dus, en dit ben Sjoertje dit. En dit is Nathalie. Ja, dit ben u. Dit is een pony. Ja, dit ben u senioren. Die, Nathalie is 24 hier en Sjoertje 26 hier. En die. Nou ja, Sjoert past daar altijd heel goed op.
We maken zelf van alles in. Sjem en stoofparkjes van de Bjemmeren. We zijn aan het eten sieren en knutselen. Nou ja, en simmerdijs hebben we dan nog een theetuin. Die we tongens en vreet hier op hem haar. En dan komen fietsers hier. Bakken we een appeltaartje of een kwarktaartje. En dan kun je hier even omstekken. Dan willen ze terug ons beginnen. Stien je nog voor ons nieuwe gebouw. Dat is de nieuwe kantine. Die hebben we in maart al rond. En ja, voor het grootste gedeelte zelf gebouwd. Dus daar zijn we nu heel blij mee in deze tijd. Nu hebben we genoeg ruimte voor iedereen om uit elkaar te zitten. De Valom leidt naast het natuurgebied de Houtwiel. En trots het natuurgebied leidt ook de Godloze Singel, waar ik nu ren. Het schijnt dat er vroeger al je rare dingen gebeurd binnen hier. Zij ik bij het brechtje verderop, de Schielige Piep, en bij het Godloze Talhuis. Dan ben er al je volksverhalen die hier over roem gaan. En men zei echt dat het je spookt. Klopt dat echt? Ja, er zijn vanaf 1400, daar praat ik nou, toen ben er eigenlijk bekend dat er heel veel spookverhalen binnen wat hier zich vroeger al eens afspelen had. En meer dan 20 van die spookverhalen heb ik ooit eens ergens verzameld uit al die krantenknipsels. Dus bij meer dan 20 spookverhalen. En wat is je verder dan nog zo bijzonder om dit gebied? Nou, het bijzondere is dat het eigenlijk een natuurreservaat is van om er bij de 300 hectare groot eigendom van staat bosbeheer. En ik ga sinds 1970 de eer om hier te winnen te maaien op het Godloze Talhuis. En die 300 hectare natuurreservaat, hier de Houtwiel, ze heet het, is bijzonder omdat er een heel soort biodiversiteit voorkomt. Als dan praat over soorten, bijvoorbeeld ik neem eventjes een peersoorten, de vrij zeldzame zilveren maan. Er brieren meer dan 50 verschillende soorten vogels. Er komen heel soort planten komen ervoor. Het gebied is heel belangrijk voor kikkers. En de laatste tijd neemt echt de ringslang, dus het zou best kunnen dat er naast een ringslang dan tussen de tieren kroept. Die komt de ringslang, die komt regelmatig voor. Links van de Godloze Singel, dat is het oostelijke gedeelte, dat horen we iepen. En dit, het westelijke gedeelte, dat groeit helemaal dicht. In dit gebied de brieren een stuk of 10 roerdom. De roerdom neemt zich wel de mist hoor. Die heet door de knibbels en dan gaat er een keeltzak en die pompt er vol lucht en dan heet de kroep. En zo pompt er die lucht eruit. En daarnaast zit de porseleinhoen, de wetteraal, al hier rode lijstsoorten, die komen al hier in dit gebied voor. En het is heel belangrijk dat kijk, de mensen sinds een jaar of zien er nou vrij trokeurig kennen. Dus hier is er het klaphekje en daar rennen ze deze route helemaal om. En daar is een uitzichtpunt. Dan kun je de route maatje van 4 kilometer helemaal om het gebied heen. En dan kun je alles, de gloeden en alles beleven, ja, op een eigen manier. Vooral in deze coronatijd kan ik echt merken dat het meer dan de helft verdubbeld is. De mensen die willen draaien even erop uit. Wat de mensen vaak doen, dat merk ik wel eens makkelijk praten. Praten. Hoor die hier eens even stil en ga gewoon luisteren en beleven wat hier al hier voorkomt in de natuur. Ik zeg op de kaart ook nog een hele wetterslinger. Wat is dat? Ja. Nou, die wetterslinger, het gebied is helemaal ingericht. En dat hele gebied, de Houtwiel, dat ligt in de ecologische hoofdstructuur, de EHS. De verbinding van vogelsoorten die te trekken in van Leeuwen, dat lauwen ze maar, dat ze hier even eten en drinken en douchen kunnen. En dan trekken ze weer terug, of die kant uit, of die kant uit. Daarom is het heel belangrijk zo'n witte plas in dit zo'n gebied. We zijn aan het eindkamp van deze aflevering. De Valom is echt de moeite waard om een keer heen te gaan. Denk je, je mag ook eens weer bij ons in het dorp komen? Laat het ons dan weten. Bedankt voor het zien en tot een andere keer.